Franke, waarom heb je voor Quick Boys gekozen? Waarom? Omdat ik Quick Boys ken als een hele mooie club bij ons in de buurt natuurlijk. Ik heb er veel tegen gespeeld hier met de leden, met UVS. En het was altijd onwijs leuk om hier te spelen. En ze wilden me graag hebben, dus goede gesprekken gehad. Je hebt bij regio clubs gespeeld, UVS, de leden. Is dit dan weer heel anders? Nou ja, wat ik hoor van al die jongens wel en wat ik gezien heb, zeg maar, hoe, als we dan tegen Quick Boys spelen, hoe groot deze club is, dat is niet te vergelijken met de leden en een UVS. Maar qua met die jongens en de sfeer in de groep, dat is wel tot nu toe gewoon hetzelfde. Ja, dat is bij veel voetbal. In de kleedkamer is het altijd lol trappen natuurlijk. Ja. Voor welke positie ben je gehaald? Voor het middenveld, zowel rechts als links op het middenveld. Ja, is het dan een middenveld met de punt naar voren? Ja, dat moet nog blijken hoe we dit seizoen gaan spelen. Misschien gaan we punt naar achter, misschien punt naar voren of misschien nog een ander systeem. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus dat moet in deze weken gaan blijken. En dan zien we vanzelf hoe dat gaat lopen. Wat geniet jouw voorkeur? Want volgens mij blijkt uit het verleden dat je ook wel eens op 10 hebt gespeeld, dacht ik. Ja, klopt. Maar dat is wel weer een tijdje geleden hoor. Maar in principe speel ik het liefst in een systeem met de punt naar achter. En dan een van de lopende middenvelders of zelf met de punt naar achter. Is dat ook jouw sterke punt, jouw loopvermogen? Nou, dat niet per se. Maar ik ben denk ik wel een speler die het spel kan maken. En gewoon een voetballende speler met een goede paas en de boel goed kan neerzetten. Ben je onder de indruk van bepaalde spelers hier in de selectie? Nou, er loopt wel veel kwaliteit, zie je. Alleen je ziet ook dat het nog allemaal naar elkaar toe moet groeien. En dat is op zich niet gek, want we zijn pas 3 weken bezig en we hebben pas 3 wedstrijden gespeeld. Dus dat kan nog heel veel beter. Maar je ziet wel dat er veel kwaliteit loopt. En we hebben een goede brede selectie. En ik denk dat dat wel belangrijk is, zeg maar, voor dit seizoen. Ja. Wat is jouw doel dit jaar? Mijn persoonlijke doel? Gewoon belangrijk worden dit seizoen voor Quick Boys en hopelijk een steentje bijdragen aan een kampioenschap. Succes dit jaar. Sorry? Succes dit jaar. Dankjewel.